Hoe ziet hij er dan uit? Ja, hij is heel groot en hij heeft van zulke grote klauwen. En hij heeft ook nog eens van die pinnen onder zijn voeten. En als hij eenmaal beet heeft, laat hij niet meer los. Ik hoop dat dat hem is. Nee, dat is de materiaalman. Is dat hem dan? Ja, dat is hem. Gat. En daar weer les van? Ja, ik heb het echt nodig, hoor. Nou, weet je wat? Ga jij vast naar het kool toe? Ga ik eens kijken hoe ik die kan vangen. Ja, ik heb een val neergelegd. En op het moment dat hij eraan komt, dan trek ik hem zo naar binnen. Daar komt hij. Oh, wat is hij groot. Wat doe je hier? Hé, hey, jawel! Hey. Ik heb even je hulp nodig, lukt het? Ja, zeker. Oh, wat gelukkig, dan hoef ik je niet... goed zo. Maar wat is dit dan? Ik dacht, je weet nooit wat er voorbij komt, begrijp je? Nee, ik snap het. Loop je met me mee? Ja, zeker. Ja. Kom. Hé, hey, Bjorn, kijk eens. Oh. Dit is hem, hè? Ja. Ja. Joël. Joël. Ja. Ja. Dan Niels tegendraads en dan gaat Van der Vende er 3-0 van maken, zou je zeggen. Maar Drommel, maar weer eens met een redding van de buitencategorie. Want wat was hij weer snel op de been, Joël Drommel. Vertel nog één keer wat je probleem is. Ja, met de corners dan komt hij meestal zo aan en dan springt, maar dan gaat hij altijd over me heen. Ja. Oké, dus de timing is dat. Het is de timing. Ja. Waar sta jij vaak in de goal als een corner wordt gegeven? Dan sta ik meestal... De corner hier. Daar wordt gegeven? Dan sta ik meestal zeg maar zo. Okay. Nou, als ik jou was, zou ik iets meer naar voren gaan. Kijk, als jij al hier zo staat en je staat open, dan heb je zicht op de corner en heb je zicht op de mensen die in kunnen lopen. Voorvoeten dat je klaar staat, dan zet je één pas vaak vooruit en dan kom je met die andere... De lucht in. De lucht in, precies. Ja. Kijk, en dan kan je ons... Ja. Zie je het? En wat belangrijk is, ook schreeuwen. Wat zeg je altijd? Los. Oké, maar dat mag nog harder, dus laat maar voren. Los! Juist, kijk. Komt hij nog een keer, hoor. Los! Juist. Oké. Oké, ja? Nou, Bjorn, nou jij, hè? Voorvoeten, klaarstaan. Los! Kijk, ik wil hem nog een keer zien. Los! Goed. Nu zag ik alleen dat je nog niet echt de lucht in kwam. Wat makkelijk is, dat je kruist. Snap je? Ja. Dus kijk naar mij. Pap, 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 pap. Ja. Dan heb je de meest afzet ook. De meest sprongkracht heb je dan. Ik wil je horen, ja? Los! Goed. Maar je moet met je recht afzetten, want de bal van daar komen de mensen vaak van daar inlopen. Dus jij deed net met rechtervoet, maar dan bescherm je niet. Je moet je beschermen met je andere been. Snap je? Ja. Zeker. Doe het even zonder bal, een keertje. Ja. Los. Juist. Dus de linkerbeen omhoog. Zal ik even bij hem gaan staan? Misschien helpt dat. Nou, jij bent denk ik iets te groot, hè? Blijf even staan. Ik ga even kijken wat ik kan regelen. Goed, dus de hele tijd pop. Ja. Pop. Loop maar door, pap. En dan weer kruisen. Juist. Nee, die twee was goed en die laatste ga je weer die andere been. Ja. Wat ben je aan het doen? Handtekeningen aan het verzamelen. Ja, nu even niet. Ik heb je heel even nodig. Er staat er eentje in die handtekeningen te verzamelen. Ik zeg, ga er even mee. Dus, Jawel. Moet ik laten koppen of niet? Nee, jij gaat die bal gewoon pakken, vriend. Oké. Ik wil je horen, je bent de keeper. Ja. Wij staan de baas in ons eigen 16. Mag een beetje bij me, hè? Ja! Goed. Oh, zat niet. Goede redding. Huh? Ja, hij was goed, maar je moet nog sterker zijn. 3, 2. Los! Juist. 3, 2, go. Los! Kijk, goed. Was jij toen je 11 was ook zo? Ja, denk het wel. Ja, oh, ja. Maar ik was vroeger voetballer nog. Ik was nog geen keeper. Heb jij ook gevoetbald? Ja. Altijd op goal gestaan? Nee, ik kwam denk ik wel 3 jaar geleden was ik nog voetballer. Kan je ook ver uitschieten ook? Niet zo goed. Ik heb misschien wel een mooie. Ja? Een bal plukken, naar de 16 lopen en dan uitschieten. Kijk. Dan hebben we 2 oefeningen in 1. Komt-ie. 3, 2, 1, go. Goed, rust, kijken. Prima, kan verder. Zal ik het één keer laten zien hoe... Nou, ik ben graag. Ja. Oké, gooi ik hier de bal. Zal ik hem even opgooien? Genau. Lekker hoor, dat zijn kanonskogels, hè? En dan stuur je zo'n aanvaller gelijk 1-op-1. Hoe moet ik zeg maar, die trap die jij net deed, hoe moet ik die doen, zeg maar? Oh, die half volley. Ja. Kijk, je gooit hem eigenlijk, op. Ja. En dan trap je hem eigenlijk hier, half volley. Oké. Stop.
Nou, jij. Ja. Nee, jij. Kom maar. Ga voor. Kom op. Balletje pakken. Los! Ja, goed. Kijken, kijken. Naar de, je mag helemaal naar de 16, hè? Au. Je moet hem iets meer opgooien. En dat je hem meer halfvolley kan raken. Ready? Klaarstaan? Ja. Wil je horen? Hij moet bang voor je worden. Ja. Los! Goed. Draaien. Rust. Ja, dat is beter al. Gaat best goed, Bjorn, toch? Ja. Ja, toch? Toegekomen aan de finale, hoe gaan we dat doen? Ik geef hem 2 ballen aan beide kanten. Ik geef hem voor, hij plukt hem. Ja. Dat ik goed zijn techniek kan zien. En dat hij daarna gelijk een voorzetting kan zetten. Een bal uittrappen. Heel goed. Nou, dat lijkt me goed. Ben je er klaar voor? Goed? Ja. Ga staan, oké. Okay. En jij probeert hem erin te koppen, hè? Dat zou wel leuk zijn. Terwijl Bjorn is nog even voorbereid op de finale. Even de quizvraag. De vraag is, je hebt 3 ballen en lukt het jou om 1 van die 3 in het goal te krijgen vanaf de corner. Als jij denkt thuis dat lukt, zeg je ja. Als jij denkt, nou, dat gaat niet lukken, dan zeg je nee. En dan kun je, als je het goede antwoord geeft, deze prachtige Sepporttas winnen. Er zit ook een leuk lampje op, Joe. Ah ja, en dan is dat even grappig, hè? Leuk, nou. Leuk. Nummer 1. Voorvoeten. Ja? Ja. Maar was redelijk, dat is een voldoende dit. Maar ik hoorde niks. Hij moet bang voor je worden. Juist. Kom maar. Komt-ie. Los. Ja, goed. Hij schieten. Rust. Kijk. Toppen. Nou, nog 2 aan de andere kant. Gaat goed, man. Goed, hoor. Kom maar. Goeie redding. Ga door, ga door. Kijk, één spitsje weg. Laatste bal. Tweede bal. Oké. Okay. Goeie bal. Joel, vond je het? Nou, ik zie dat je wel progressie hebt gemaakt. Hoe ik je net de eerste bal zag en hoe je bent geëindigd. Het zag er goed uit. Ik denk dat je nog wel veel kan leren. Ja. Maar je bent nog super jong en dat moet zeker goed komen. Is hiermee jouw wens in vervulling gegaan? Ja. Ik denk het wel, hè? Ja, mooi. Joel, dank je wel. Ja, geen probleem. En ik wil je nog 1 tip geven. Ja. Dit blijven oefenen. Elke training maar weer. Ja. Repeat, repeat, repeat. Elke keer weer. En dan word jij zeker een goede keeper. Sterker nog, zal je bed uitkomen. Als jij naar thuis denkt, hey, ik heb ook een probleem met iets. Mail of schrijf ons wat je ziet. Het komt altijd goed.